Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land met soms ook nog wat natte sneeuw. Verder wisselen wolken en wat zon elkaar af. Als we naar de radenbeelden gaan kijken, dan zien we die buien ook vanuit het noordwesten over het land trekken. In het oosten van Brabant en Limburg is het nog wel op de meeste plaatsen droog. In de loop van de namiddag en avond gaat het aantal buien geleidelijk aan afnemen. Er komt nog wel een enkel exemplaar voor. Later op de avond zal het op de meeste plaatsen wel droog worden. Verder wisselen wolken en wat opklaringen elkaar af en de temperatuur gaat weer richting het vriespunt. Op een aantal plaatsen zakt hij er alweer onder. Komende nacht wordt het 0 tot min 5 graden. Verder kan er nevel, mist of laaghangende bewolking ontstaan en er staat weinig wind. Morgen overdag duurt het een tijdje voordat de nevel en mist en ook de laaghangende bewolking gaan oplossen. En op een aantal plaatsen kan het zelfs wel de hele dag duren en blijft het dus grijs. Waar de nevel en mist wel oplossen, wisselen wolken en een beetje zon elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond min 2 graden in Groningen tot plus 3 graden in het zuidwesten van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dan de vrijdag. Dat wordt een overgangsdag. De dag begint nog met een klein beetje zon, maar vanuit het westen raakt het geleidelijk aan bewolkt. De middagtemperatuur ligt tussen de 0 en 2 graden. In de avond volgt er naar het westen neerslag... en dan gaat de temperatuur ook oplopen naar waarden boven het vriespunt. In het oosten kan de neerslag eerst nog als natte sneeuw vallen of sneeuw... en mogelijk valt zelfs even onderkoelde regen, wat dan leidt tot ijzel. Maar in de nacht gaat de neerslag ook daarover in regen. Zaterdag en zondag dan is het ruim boven het vriespunt... met temperaturen tussen de 5 en 8 graden overdag... en in de nachten mogelijk nog net iets onder 0... Verder vallen er wel een paar buien op zaterdag, vooral in de ochtend, en op de zondag wat meer overdag. Daarbij kan er een enkele keer nog natte sneeuw zitten. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur voorlopig nauwelijks onder het vriespunt komt. Overdag ligt het tussen de 5 en de 10 graden. In de nachten net iets onder de 5 graden, misschien een enkele nacht een beetje vorst. Ik ben Ben Mankamp van weerplaza.nl.